Drie jongens gaan opzichtig een fiets delen. Hun lengte, leeftijd en kleding is hetzelfde. Alleen hun etniciteit verschilt. Wat voor soort jongen was het? Die bezig... Ik denk een vader. Vond u hem verdacht eruit? Nee, nee. Wat dacht je? Niks. Je dacht niks? Ja, ze zei wat schijt, dacht ik. Dat is mij ook wel eens gebeurd. Maar waarom zei u niks? Nou, omdat hij zo rustig was. Nou, het leek me wel zeg maar, iemand die ook vader zou kunnen zijn. Hij zag er gewoon netjes uit, zoals ik er ook uit zou zien. En het zou mij ook kunnen gebeuren. Ja. Is dit fiets van jou? Hoezo? Is het van u? Fiets van mij. Gaat u politie bellen? Ja, natuurlijk. Goedendag. Je bent je sleutel vergeten. Ja, zeker. Klopt. Nee. Sorry? Is het jouw fiets? Hoezo? Ja. Het ziet er verdacht uit als iemand een heer en dames fiets met een kinderzetje gaat jatten. Hoi. Hey. Vertel eens, wat is het verhaal? Waarom maakte u foto's? Oh, ik kan het altijd nog een keer opsturen naar de politie of zo, denk ik dan. Deze meneer is bezig. Ik dacht even, ik ga er wat van zeggen, maar toen dacht ik, ja, goh, straks krijg ik klap op mijn hoofd met die grote nijptang. Ik dacht, waarom doet niemand iets? Maar ik dacht ook, ik ga er zelf niks van zeggen, want u weet, doet hij mij wat aan. Ik denk dat u weet waarom dat ik kom. Hoi, goeiedag. Nadat onze fietsendieven alle drie een half uur bezig zijn geweest, kan je stellen dat de meeste mensen zich identificeren met de witte jongen. Terwijl ze de donkere jongens verdacht of zelfs gevaarlijk vinden. En daarom vaak de politie bellen. Bovendien wordt de witte jongen zelfs geholpen. Patronschaar? Heeft het niet met patronschaar? Ja, als je hem hier gewoon knipt, weet je. Zo gebeurt. Tot twee keer toe. Dat wel gemaakt. Zou wel pijn zijn, ja. Knippen. Ja. Als wit persoon hoef je je onschuld niet te bewijzen. Je bent in principe oké, totdat het tegendeel bewezen is. Dit voordeel wordt ook wel wit privilege genoemd.